In de zomer van 2012 heb ik stage gelopen bij de voorstelling Medea van Thibaut Delpeut, die hij maakte voor het Zeeland Nazomerfestival. Ik was al lange tijd geïntrigeerd door zijn werk, door zijn tekstkeuze en door zijn rauwheid in zijn werk. En daarom heb ik hem benaderd om bij hem stage te lopen en dit kon bij de voorstelling Medea. Dit was extra interessant omdat ik hierbij samen kon werken met Thibaut, maar ook met Alex Mallums, de artistiek leider van het Zeeland Nazomerfestival, die dramaturg was bij deze voorstelling. Ik was enorm geïntrigeerd door deze twee mannen en heb hierdoor geleerd hoe een voorstelling tot stand komt en daarbij ook wat de rol kan zijn van een dramaturg, wat mijn kracht als dramaturg zouden kunnen zijn en wat mijn zwaktes nog zijn en welke rol ik als dramaturg zou willen vervullen binnen het Nederlands theater. En daarvoor was deze stage enorm belangrijk.